Suriname heeft de eerste US dollar zending van de Federal Reserve in de Verenigde Staten van Amerika ontvangen. Over het hoe en waarom hiervan praten we met de deputy governor van de Centrale Bank van Suriname, mevrouw Ingeborg Geduld. Mevrouw Geduld, de Centrale Bank van Suriname heeft onlangs de eerste zending US dollars ontvangen van de Federal Reserve. Kunt u ons uitleggen wat dit eigenlijk inhoudt? Nou, dit houdt in dat de Centrale Bank een overeenkomst is aangegaan met de Federal Reserve Bank om de Surinaamse markt te kunnen voorzien van contante US dollars. U bent wellicht bekend dat er vorig jaar een geldzending is aangehouden in Nederland. En sedertdien is er een schaarste ontstaan aan contante dollars. Wat er namelijk gebeurt, is dat wij in Suriname heel veel euro's binnenkrijgen. Maar lokaal wordt er meer gebruik gemaakt van US dollars. Wij verschepten dan de euro's naar Nederland onder andere en haalden dollars daarvoor terug. Met de aanhouding van die euro's was het dan ook niet meer mogelijk om dollars te brengen in Suriname. En de effecten daarvan, dat is duidelijk te merken geweest in de financiële sector, in de markt in Suriname, in de economie in zijn algemeenheid. Daarom waren we dus ook heel erg verheugd dat wij onze correspondentbank konden benaderen, in deze de Federal Reserve, en dat zij op een gegeven moment bereid zijn gevonden om de centrale bank van cash dollars te voorzien, die wij op onze beurt dan zullen distribueren via de commerciële banken. Er wordt wel eens gesuggereerd, en die geluiden zijn sterk op social media, dat het weer de zoveelste lening is die Suriname heeft gesloten. Wat is daarvan waar? Het is absoluut geen lening. U moet het zo zien, u heeft de girorekening bij uw bank, u heeft cash nodig, u gaat naar uw bank, u schrijft een cheque uit en u krijgt cash van de bank. Hetzelfde doen wij. De centrale bank die heeft een rekening bij de Federal Reserve en die rekening bestaat al heel lang. En nu kunnen wij gebruik maken van de mogelijkheid om dan ook cash, dollars, naar Suriname te halen. De rekening werd al gebruikt voor girale overmakingen, wanneer wij buitenlandse banken moeten betalen, wanneer wij leveranciers moeten betalen. Maar nu hebben we dus ook de mogelijkheid om contante transacties te doen via die rekening. Suriname heeft een, ik zeg het even zo, corrigeert u me als ik het verkeerd heb, dus een rekening bij de Federal Reserve. Als we nu kijken naar de ontwikkeling, er is geldzending binnengekomen en de verwachting is dat dat ook een zeer positieve invloed zal hebben op onze economie. Waarom is niet eerder van deze mogelijkheid gebruik gemaakt? Bij een correspondentbank kan je niet automatisch alle diensten afnemen. Dus we hadden die rekening. Die rekening was voornamelijk bestemd voor girale transacties. En moesten wij dus een apart verzoek doen aan onze correspondent om ook contante transacties te doen. Zoals ik al zei, commerciële banken doen dat eigenlijk zelf. Maar vanwege dus deze omstandigheden, vanwege die de-risking, vanwege het feit dat de regio en Suriname worden gezien als een hoog risico, moest de centrale bank een voorziening treffen. Ik moet zeggen, ook de centrale bank ervaart de gevolgen van de de-risking. Dus moesten wij op zoek gaan naar een partner die bereid was deze dienst te verrichten voor ons. En die hebben we dan gevonden in de Fed. En om zeg maar uit die de-risking te gaan, moet er nog wat wetgeving geregeld worden, zeg maar? Het de-riskingsvraagstuk is vrij complex. We zijn deel van de Caribische regio en een deel van het probleem is gewoon ook dat de regio als een risico wordt gezien. Maakt het des te belangrijker voor ons als land om ervoor te zorgen dat wij kunnen aantonen dat wij in ieder geval de nodige maatregelen nemen, u noemde de wetgeving, maar ook de instituten, om te voorkomen dat ons land gebruikt wordt voor
witwassen en criminele activiteiten. In dat kader moet u dan ook zien wat nu gaande is, de National Risk Assessment. Suriname is lid van de Caribbean Financial Action Task Force. En dat is een groep van landen uit de regio die elkaar beoordeelt op hun raamwerk tegen witwassen en terrorismefinanciering. We beoordelen elkaar. Suriname is dus lid van die groep. Wij zijn reeds 3 keer beoordeeld. De 4e beoordeling komt eraan in 2020-2021. Dus om ervoor te zorgen of om te bevorderen dat we niet gederiskt worden, is het heel erg belangrijk dat wij de volgende evaluatie, mutual evaluation noemen ze dat, goed doorstaan. De 3e evaluatie, we hebben er heel lang over gedaan om die af te ronden. We zijn toen in 2009 beoordeeld en het heeft tot 2017 geduurd voordat we dat proces hebben afgerond. We hebben lessen geleerd, het mag de volgende keer niet meer zo lang duren. Dus in het kader van die mutual evaluation moet Suriname haar risico's kennen. Waar zitten de punten, waar lopen we gevaar? En daarvoor zijn we dus nu bezig met de National Risk Assessment. Als we het heel gebeuren samenvatten, mevrouw Geduld, de overeenkomst met de Federal Reserve geeft de economie, zeg maar, een beetje meer ademruimte. Mag ik het zo stellen? Dat mag u zeker zo stellen. Ik denk dat het publiek de laatste tijd dus erg heeft ervaren dat zij niet eens toegang had tot haar eigen geld dat ze op haar bankrekening heeft staan. De bedoeling is dat met deze geldzending het hele betaalverkeer wordt vergemakkelijkt. Als centrale bank zouden wij wel de voorkeur aangeven dat het meer giraal betaald gaat worden. Maar wij begrijpen ook dat dat een proces is. Er zullen de nodige faciliteiten in place gebracht moeten worden om het giraal betalen mogelijk te maken, makkelijker te maken, vlotter te laten verlopen. En daarover zijn we sowieso ook in overleg met de banken. Ik moet overigens ook opmerken, we hadden echt een probleem met de contante dollars. Girale dollars, die waren wel beschikbaar. Voor overmakingen, voor betalingen naar het buitenland, dat was er wel. Maar de contante dollars, die waren er niet. En omdat we nog steeds een volk zijn dat graag geld in handen heeft, ontstond daardoor een probleem. Misschien nog te vroeg om te zeggen, maar heeft de centrale bank al positieve effecten gezien op de, zeg maar, op de financiële markt met de overeenkomst met Federal Reserve? Ja, we hebben natuurlijk ook heel wat positieve berichten gezien. Maar net als ik eerder zei, je ziet dat die koers al enigszins begint te dalen. Een deel van die druk op die koers die kwam voort uit de schaarste die er was. En nu er weer voorzien kan worden. En we verwachten dat wij in de komende tijd in staat zullen zijn om gewoon aan de vraag te voldoen. Dan mag je erop rekenen dat die koers ook enigszins zal dalen.